Hallo mensen, kom vanop en snel met een nieuwe video voor jullie. Vandaag ben ik hier met een nieuwe pack opening. En eigenlijk dacht ik van, pack openings gaan echt kut worden. Maar toen kwam EA. EA heeft natuurlijk geld nodig, hè. EA moet natuurlijk ook geld op een manier verdienen. Dus brachten ze dit uit. Holy shit. Ik wil die T-vest, maar het liefst wil ik die KK. Wat is hij een beest? Niet te geloven. Als jullie deze video zou kunnen, likes zou het super arm zijn. 5000 likes. Dat is best veel voor een pack opening. Normaal vraag ik 3500. Maar als we de 5000 kunnen halen, zou het super arm zijn. Hopelijk. Gaan we een lekker spelletje packen. Hey, duimpjes. Er zijn 25k packs. En best wel bijzondere 25k packs. Namelijk deze. Het is eigenlijk helemaal niet bijzonder. Maar het is beter dan die van 354 points. Die zijn echt kak. Dus boom. Horsefighter. Oh, dat is echt heel slecht. Maximovic. Word ik niet vrolijk van. Ik ben een beetje moe slash ziekje slash ja. Ik heb wel lekker overhemd aan. Ja, ik heb een overhemd aan, want daarom. Ja, is heel slecht. 77 als beste. Heel erg slecht. Is deze nog iets waard, die ballerien? Ja, ja. 4K. Duimpies. Oké, dit is helemaal niet goed. Trouwens mensen, ik wil je even wat vertellen. Ik krijg superveel vragen. Wanneer komen die heerlijk sappige DNP shirtjes uit? We krijgen komen Priyanka, dat is lekker. Ik zal even een DNP shirtje bijpakken. Hey, hop. Dit zijn de DNP shirtjes. Duimpies. Voetbal shirtjes. DNP shirtjes. Ja, ze komen eraan. Nog even geduld, AUB. De site wordt op dit moment gemaakt. En ik moet natuurlijk nog even de inkopen doen. Maar ze komen eraan. En ik krijg super veel positieve reacties over. Daar ben ik echt super tof blij mee. En hou vooral mijn social media in de gaten. Als je precies wil weten wanneer het online is. Met name mijn Instagram. En ook mijn Snapchat. Mijn Instagram en Snapchat zijn in de beschrijving. Hier beneden. Jezus, ben ik verkouden. Niet te filmen. Ik zit helemaal niet in het midden. Nu zit ik wel in het midden. Ik zat helemaal niet in het midden. Ik heb echt down. Oké. Deze pack is heel erg slecht. Oh mijn god. Er zijn ook geen 15k packs. Dus de vraag of we iets gaan packen. Ja, ik weet het niet. I don't know. Oh, wat slecht zeg. De Guzman. Oh, El Neni. Die kan ook helemaal niks van. Misschien is hij volgend jaar wel heel goed. Ik denk het niet. Ronaldo. Lekker. Prank. Trouwens mensen, ook iets leuks. Ik heb een Facebookpagina. Duimpie. Ga vooral mijn Facebookpagina liken. Je kan binnenkort misschien wel iets winnen als je mijn Facebookpagina liked. Ja, er staat een linkje in de beschrijving naar mijn Facebookpagina. Of je zoekt gewoon doenop.nl op, maar kan ook. Want mijn Facebook is doenop.nl. Dat is lachen. Hopelijk gaan je allemaal een duimpje achterlaten op mijn Facebookpagina. Duimpje voor DNP's Facebookpagina. Het is dus niet DNP, maar doenop.nl. Dat is dus mijn Facebook. Duimpje. Ho, bevo. Dat rijmt. Deze packs zijn echt niet heel goed, hè. Ze zijn eigenlijk een stuk minder groen dan ik verwacht had. Maar ja, het zijn ook van die 7,5 kapjes. Daar word je gewoon niet heel vrolijk van. Nee. Oh, wat is dit? Oké, we hebben nog 15 van deze. Ik moet toch wel één zo'n heerlijke kaart kunnen hebben. Ik vind die kaart zo lekker. Oh, kom op nou. Wel 5 spelers, dat is wel lekker. Maar ja, als ze allemaal zo laag zijn, heb je er helemaal niks aan. Hij is te laag. Kan fucking Dreva. Ja, we hebben Touran. Moet ik nu gaan fluiten? Ik snap echt niet dat Touran uitgefloten werd. Al doet hij echt geen ene ster in het veld. Maar ja, waarom fluit hij dan uit? Kale is gewoon de meest waardevolle. Nee, niet eens de meest waardevolle. De meest waardevolle is Bellerin. Fucking Bellerin. Niet heel vrolijk mee van Arbei. Prank. Oh, Promes. Kuit. Oké. Ik heb echt nog geen decent speler gepakt. Deze zijn zo ongelooflijk slecht. Geef me zo'n lekker paarsblauw kaartje. Roodblauw, roodpaars. Whatever, what the fuck. Oh, bravo fucking telly. Kom op, prank. 83, dat is op zich best decent. Ben ik niet heel ontevreden mee. België heeft legit net gewonnen. Duimpje voor België. Lukaku, goed gedaan. Goed gedaan, Lukaku. Oh, wat slecht. Ribéry! Fucking Nasri! Jezus! Wel, 3 boven de 82 reden. 82 of hoger. Dat is wel een voordeel. Maar ja, als je voor de rest helemaal niks pikt, dan word je er niet vrolijk van. Scheidpack. Ja, ik had gelijk. Ik heb ze. Oké, laatste pack van deze. Deze opening nooit meer. Dat is niet waar trouwens, ik ben pack verslaafd. Oh, wat slecht. Navas. Oeh, Aelia. Oké, let's go. Nu gaat de echte hel pas beginnen. Kom op. Prankie. Oh, wat slecht. Wel 2 rares. Dat is lekker. Duimpie. Oké, we hebben nog 12 4 points. En ik heb nog echt niks gepakt. Helemaal niks gewoon. Oké, nu gaan we even door heel veel, heel snel, door heel veel packs heen. Let's go. Kak. Coins. Duimpie. Kak. Kak. Jezus, het wordt ook niet beter. Nee, klopt. Dan heb je helemaal gelijk een koe. Matuidi. Ja, dat is best goed. Dat is oprecht helemaal niet zo heel slecht. Yes, duimpie. Wat trouwens leuk is mensen, waarschijnlijk volgende week. Kijk, in plaats van die Zuid-Amerikaanse, is dat alleen Zuid-Amerika? Nee, gewoon Amerikaanse en dan dus Noord- en Zuid-Amerika.
krijgen dus Europese soort van legends, krijgen dan hun kaartje. Dus dat worden echt zieke kaarten waarschijnlijk. Er zal weer een Ronaldo tussen zitten. Trouwens, weet ik trouwens helemaal niet zeker. Non-rares, ik haat mijn leven. Zuma is 79, echt heel slecht, hè? Ja, het is echt heel slecht. Ik blijf het jammer vinden dat Nederland gewoon niet op het EK is. Het was zoveel leuker geweest anders. Maar ja, kijk, hier word je toch niet vrolijk van. Oh. Aguero. Nee, Prato. Ik dacht echt dat het hem ging zijn. Oh. Ja, yes. Oh mijn god. En hij is helemaal niet zo heel slecht. Ja, ik heb er één. González. Yes. Oh mijn god, hij is 30k. Let's go, González. Oh mijn god. Yes, ik ben hier zo blij mee. Ik ben hier zo ongelooflijk blij mee. Ik ken deze hele gast niet. Waarschijnlijk is hij heel bekend, maar ik ken hem niet. Maar we hebben er één. Yes, die kaartjes zijn zo mooi. Yes, ik ben echt blij. Duimpie. Oh, ben ik blij zeg. Lekker. Nu is mijn hele pack opening al geslaagd. Ik ben blij. Ik ben tevreden. Yes. Oh mijn god, een verdraft token. Let's go. Oh, Mauri Brengs. Nee. Boom. Horsefighter. Penna. Georgia Peach. Kak. Oké. Miranda. Hij heeft down. Maar hij is wel goed. Even kijken, die Miranda is eigenlijk zo hartstikke oud, hè. Hij is al 32, maar hij heeft volgens mij wel een dikke upgrade gehad. Dat vind ik dan wel altijd leuk om te zien. Duimpje voor Miranda. Hij had ook nog Tino Sien dit jaar. Nou, wat wil je nog meer? Wie zit? Campbell. Daar word ik niet heel vrolijk van. Lodegin. Daar word ik niet vrolijk van. Haller. Wittoran. Duimpie. Oh, it's a trap. Zal ik ooit Noir gaan packen? Ik denk het niet, hè, jongens. Ik denk het niet. Voor mij gaat het nooit gebeuren. Tas. Duimpie. Duimpie. Bentaleb. Skip. Oh. 375 redens. Dat kan toch niet? Niet te geloven gewoon. Ongelooflijk. Oké, we gaan deze badge instellen. Yes. Oké, nu wil ik een paarse. Paarse. Mata. Goeie Spaanse voetballer en 2 zilver. Lekker. Wat is dit kut? Ja, Messi. Was bijna rechts voor. Scheelt niet veel. Ik heb niet het gevoel dat ik nog een paarse ga packen, jongens, in de laatste paar packs. Dat gevoel zit er bij mij niet helemaal in. Ben ik gewoon eerlijk in. Ga ik niet over liegen. Oké, de laatste paar packs gaan we in. Gaat het nog wat worden? Ik vraag het me af. Ik weet het niet, mensen. Ik weet het echt niet. Gaat het wat worden? Ik hoop het wel. Slecht, heel slecht. We hebben in ieder geval eentje gepackt, daar ben ik wel blij mee. Nog niet echt de beste. Niet echt. Laten we daarop houden. Niet echt de beste. Klavan. Is dat Ragnar? Dat is een Ragnar. Oude Ragnar. Lekker. Doe dat dan. Nou. Marquisio. Nee. Sturaro. Die heb ik nog nooit gepakt. Die is sowieso getransferd. Kan niet anders. Die moet wel. Hij heeft ook een ander shirtje aan. Ik denk dat hij getransferd is. Bang. Doef. Heel slecht. Guzman. Oké. Laatste paar packs. Alsjeblieft die 1. Gun mij nog een paarse. Ik heb er al 1 gehad. Ze hebben me al 1 gegund. Maar nu vastcast. Dat is vrij slecht. Oh. 2500 coins. Duimpie. Oké. Nee, heel slecht. Oh. 3 rares. Heel slecht. We hebben nog 1 zo'n pack. Pack me even een zilver. Ik weet niet eens of er zilvers zijn. Ze zijn allemaal dezelfde kleur, toch? Ze zijn ook zilvers. Wereldklasse speler. Wie is dat dan? Oh ja, González. Er zijn geen zilvers, toch? Ik denk helemaal dat ze allemaal goud zijn. Ja, ze zijn allemaal goud. Het is wel legit een van de beste, toch? 87. Hij staat baas in ieder geval. Hij is helemaal niet zo heel slecht. Ik ben er wel tevreden mee. Jongens, hoe kon ik dit vergeten? We hebben nog gewoon een gratis fudraft. Maar ik was gewoon vergeten. Ik heb echt down. Dus let's go. We hebben een goede opstelling. 3, 4, 2, 1. Ready to get that. Ja, wat moet ik hier nou? Ik ga maar voor Pogba. Want je... Houd erop. Want je moet toch een beetje rating halen als je die 193 wil. Dit is heerlijk, een 97 Neymar. Als het zo door kan blijven gaan, ben ik niet ontevreden. Holy shit. Als we nu een goede spits krijgen, ben ik binnen. Oh mijn god, dit is echt heerlijk. Dit begin is best oké, laten we daarop houden. Oh mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Ik weet het niet, nu krijgen we zo'n shit. Nee, nog steeds niet. Benyat is fucking goed. Gaan nu wel even naar het bankje toe. Oh, heel slecht, dat is heel slecht. Ja. Nee, links mid. Oké, ik ga met Rodriguez. Dat is niet verkeerd. Ik heb nog Ronaldo nodig en Bill. En dan heb ik echt een fucking goed team. Dan gaan we Samuel. Ook had ik misschien beter voor die Real Madrid gas kunnen gaan. Oeh, ja, Godin kan je nog hoger krijgen. Mascherano niet. Dus we gaan voor Mascherano. De team tot nu toe is echt uitstekend. Is helemaal niks mis mee. Hopelijk kunnen we nog even... Ah, nee. Dit is dan weer zo jammer. Ja, dit is ook niet heel goed. We gaan maar voor de hoogste rating. Alsjeblieft een goede keeper. We gaan voor 93 Buffon. Oké, we hebben 91 rating nu. Maar ik denk als we deze even omwisselen... Hebben we 92 rating. Oké, let's go. Geef hem naar Ronaldo. Nee, maar wel een Di Maria, dat is wel oké.
89, is dat het beste wat ik kan kiezen? Jawel, jawel. Kom op, ja, heerlijk. Oké, Oblak, beter ga je niet krijgen. En nu hebben we centerbacks nodig. En een 97 Ronaldo, hadden we ook wel nodig op zich. Oké, dit gaat echt heerlijk. Oh mijn god, dit is echt uitstekend. Dit is echt uitstekend. Als we hem er nu uithalen en dan hem erin stoppen, hebben we 92 rating. Oh mijn god. 93 rating. Oh mijn god. Oh mijn god. Oké, nu moet ik even nadenken. Nee, ik moet voor Iniesta gaan. Ook heb ik dan nog maar 92 rating. Oh mijn god, ik heb nu fucking veel chemistry. Dit kan alsnog wel gewoon echt fucking hoog worden. Echt fucking hoog. Oké, 92. Oh mijn god. Oké, jongens. Als dit lukt, hè. Als dit lukt, grap. 192 is alsnog fucking beest, maar het is zo zonde. Nee. Ik was zo dichtbij die 193. Die rechtsmid, als ik daar Bill had gehad. Oh mijn god. You don't even wanna know. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik heb de 93 rating. Als ik nu 4 chemistry haal, dan haal ik het. Als ik 4 chemistry haal met een coach. Dat kan eigenlijk niet, hè. Dat kan eigenlijk niet. Gaat me nooit lukken. Oh, dit is zo kut. Nee. Nee. Oké, ik ga het niet halen. Het is een 192 draft, geen 193. Ik kom 3 chemistry tekort. Dit doet echt pijn. Ja, dit doet echt pijn. In ieder geval 192 voor draft, wat fucking nice is. Mensen, ik hoop je deze video leuk gevonden. Vond je hem leuk, vergeet dan zeker niet te liken. Bijna die 193 voor draft, maar ik ben gewoon genaaid. Kak! Ik zal even weer een geabonneerd de volgende keer. Ik zeg doei. Later. Kak, kak. Ah!